De Tielse politicus Eunal Soze heeft besloten om uit de fractie van GroenLinks Tiel te stappen. De afgelopen maanden wilde ik het sociale kant en het menselijke maat naar voren schuiven. En ik voelde gewoon dat ik daar de mogelijkheid of de kans niet voor kreeg. Ik moest iedere keer mij verantwoorden. En zei ik van nou, ik vind dat de evenwicht, de balans tussen sociaal, menselijk en groen een beetje aan het verliezen zijn. Maandagavond werd er een bericht geplaatst op Facebook door de fractie van GroenLinks dat Seuze uit de fractie was gezet. Seuze was van tevoren daarvan niet op de hoogte gebracht en kent naar eigen zeggen de motivatie van deze actie niet. Ik heb mijn beslissing genomen, die had ik al een paar weken geleden genomen. En dat heb ik met mijn gezin en met mijn kinderen besloten, omdat mijn kinderen en mijn gezin hier ook geraakt door werden. Dan heb ik gezegd van ik als persoon wil mijn professionaliteit bewaren en als raadslid mij op de inhoud gaan zetten. Maar toen het echt mijn gezin en mijn privé aan de orde werd gebracht, toen dacht ik van je speelt niet meer op de inhoud, maar je speelt op de man. En zelfs met die man kan je het niet winnen. Dan ga je het naar de gezin en naar de zaak brengen en het privé brengen. En dat vind ik schadelijk. Dat moeten wij absoluut in het politiek nooit doen. En de eerste steen werd gegooid gisteravond door Maureen Klein en de fractie van GroenLinks. Toen heb ik vandaag besloten en gezegd van nou ben ik aan de beurt. Ik zal ook datgene doen en ik zal niet meer langer wachten. Maar ik ben niet degene geweest die mee begonnen is. Zij zijn gisteravond met een Facebook bericht naar buiten gekomen en dat is beschadigend richting mij. Het rommelde al langer bij de GroenLinks-fractie. Soze schoof zichzelf in een vroeg stadium voor de verkiezingen naar voren als wethouderskandidaat, terwijl de fractie daarvan niet op de hoogte was. Soze werd bovendien voor de verkiezingen aan de kant geschoven als de nieuwe lijsttrekker. Dat werd Maureen Klein. Soze stond op plaats 2. GroenLinks behaalde 3 zetels bij de afgelopen verkiezingen. Dat zijn er nu nog 2. Want Soze is niet van plan om te gaan stoppen als raadslid. Ik ga gewoon door. Dat heb ik altijd gedaan. En ik zal me altijd inzetten voor de stad Tiel, voor de zwakkeren en de samenleving, voor het sociale en het groene in Tiel. En het zal natuurlijk wat zwaarder zijn met eenmansfractie, maar ik heb vandaag al bijna 10, 12 mensen gehad die zeiden van nou Unal, wij staan achter jou, wij zullen jou steunen. En ze hebben ontzettend veel vertrouwen in mij dat wij gewoon met hun samen, met groep Seuzen, de stad en ik zal hun ook gaan verwoorden en vertegenwoordigen in de raad van 10.